zo dat vanaf heden Sven Jacques benoemd wordt als technisch directeur van Cercle en de verantwoordelijkheid zal krijgen volledig voor A-kern en jeugdopleiding. En in die verstande zou rechtstreeks rapporteren aan de Raad van Bestuur. Yvan van Damme die had eerder al aangekondigd om zijn professionele activiteiten wat te beperken en zou vanaf heden verder verantwoordelijk blijven voor het commerciële, administratieve, financiële luik, blijft ook lid van de Raad van Bestuur, waar dus het sportieve luik wordt in handen gegeven van zijn zaak. Intussen zijn wij ook druk bezig met verder werk te maken van de herstructurering, zowel juridisch als financieel, zodanig dat wij versterkt naar de toekomst kunnen verder ons blijven manifesteren in de eerste klasse. Dat was in essentie eigenlijk de mededeling die ik toch eens wou doen na deze vrij hectische periode. Goed. Onverwachte reactie, want juist Sven ligt nu bij de supporters gewoon onder vuur. Ik weet niet, dat kan zijn dat er reactie komt, maar de Raad van Bestuur is voor mensen waarvan wie zij denken dat zij competent zijn voor de functie die zij uitoefenen. En vandaar deze beslissing. Het wordt hier al verwezen naar die algemene vergadering van eind oktober. Staat dat dan nu al vast dat er daar iets te gebeuren staat? Wel, iets te gebeuren. Het is zo dat wij nu bezig zijn met de voorbereiding om een CVBA te vormen. De statuten worden momenteel opgemaakt. Er zijn gesprekken met mogelijke of met kandidaat-investeerders. Wij bereiden ons voor om nu nog een algemene vergadering te houden van de WZW, maar toch zo snel als mogelijk om dan over te gaan tot de structuur met de CVBA. En een VZP waar nog enkele activiteiten van Cercle zullen ondergebracht worden. Ik denk al aan de jeugd, ook supportersactiviteiten. Maar het is wel de bedoeling en we zien ook dat het nuttig, nodig, noodzakelijk is om die weg op te gaan.